Vandaag, zaterdag, wordt de nieuwe composietbrug geplaatst op de grens van Mortsel en Boeghout, dat de nieuwe fietsenstrade verbindt tussen Antwerpen en Lier, F11. Deze is 30 meter lang en heeft een overspanning van 26,6 meter en weegt 30 ton. Is een primeur en dus wij waren erbij op de persvoorstelling. Een cruciale schakel op de fietsenstrade F11 van Antwerpen naar Lier wordt hier gerealiseerd. De F11, zoals we die noemen, de fietsenstrade 11, ja, is natuurlijk een enorm belangrijk punt om de metropool te ontsluiten richting Lier, richting de Kempen. Want vanuit Lier, dat weet u, willen wij ook nog eens naar Herentals, willen wij ook nog eens naar IJsselt op den Berg, om zo toch wel een breed fietsenstradennetwerk te ontwikkelen in de ganse provincie. En nu vandaag moeten we deze hindernis, de spoorweg, overwinnen. En dat doen we toch wel met iets zeer, zeer speciaals. We staan hier op een brug en die is gemaakt van een heel speciaal materiaal. Dat is composiet. Het is hier een composiete brug van 30 meter lang en 5 meter breed. Dit is een heel speciaal iets. Het is een brug die gemaakt is van enorm innovatief materiaal. Dat achteraf, en dat is belangrijk, weinig onderhoud vergt. U zal ook zien dat die brug, als u zelfs hier beneden staat, niet heel diep is van omvang. Moesten wij hier een betonnen brug hebben gelegd, ja, dan moesten we veel hoger gegaan zijn en zou, ja, de betonnen structuur veel dieper moeten gegaan zijn. Dan zie je dat dat een huzarenstukje was om die brug van Nederland naar hier te brengen. Indrukwekkend werk. Mensen die ook 18 kilometer verrijden op een fietsenstrade, dat wil zeggen dat zijn de mensen die hun auto thuis laten en die die fietsenstrade gebruiken om van en naar het werk te gaan, van en naar school te gaan. En wat is belangrijk aan die fietsenstrades? Dat is dat we daar zo ver mogelijk van de auto verwijderd zijn. Dat wil zeggen, op een veilige manier kunnen mensen daar fietsen.